Heel Holland schoon. Ook de scouting in Twentse Ros heeft daaraan meegedaan. Hoe was dat voor jullie om mee te doen? Eerlijk gezegd doen we eigenlijk elk jaar mee. En de kinderen vinden het altijd hartstikke leuk. En voor ons is het altijd, we lopen zo'n rondje zo van ons gebouw naar het bruggetje en dan zo aan de andere kant terug. En ja, dat vinden kinderen hartstikke prachtig. En ja, van de ene kant wil je dat het niet zoveel oplevert, maar van de andere kant is het ook wel weer voor de kinderen leuk dat het toch een behoorlijk wat resultaat heeft, hè? Nou, gewoon die reacties van wat ze vinden. De een die doet er een dikke hoop in, die heeft een hoop gevonden. En de ander zegt, wat hebben we nou toch gevonden? Ja, dat is een luier en weet ik het. En het is eigenlijk wel heel veel wat je vindt. En we hadden nu dus vandaag bijvoorbeeld twee grote flessen van een of andere drank. Oh, zegt er een, er zit een meter tussen. Wat zal die man dronken zijn? Nou, dat soort verhalen, mooi. Ja. Ja, dat zijn dan weer hele bijzondere verhalen. Maar hoe lang zijn jullie bezig geweest daarmee? Zo'n beetje anderhalf uur, ja. En het resultaat was daarvan? Een hele dikke vuilniszak vol, ja. Ja. En eigenlijk wil je dat het volgend jaar maar zo'n klein bodempje wordt, of niet? Ja, dat had je eigenlijk. Je verwacht eigenlijk dat mensen het allemaal meenemen. Wat je meeneemt, kan je ook wel weer terug mee naar huis nemen. Eigenlijk gek. Ja. En zijn er nu ook kinderen die straks zeggen van, dat ga ik thuis ook doen? Nou, er waren al kinderen die hun eigen plogspullen mee hadden genomen dit keer. Want die hadden dus hun eigen grijper al en hun eigen zak en alles. Ja, ja. Dus er zijn veel kinderen die het doen. Ja. Dus de bewustwording die begint een beetje te komen? Ik denk het wel, ja. Ja. In ieder geval bij de scouting? Nou, ik denk helemaal, want je ziet best wel veel meer mensen die rondlopen nu met die stokken op het moment, toch? Bedankt voor je bijdrage. Oké, dankjewel.